Hier in de Herenstraat in Voorburg is een project gaande dat heet Pandenschuif. De gemeente laat onderzoeken of van 4 gemeentelijke panden beter, effectiever gebruik kan worden gemaakt. En één van de plannetjes daarbij dat we hebben ontwikkeld is om het museum Zwaanstein te verhuizen naar dit prachtige complex Huizen Zwaanstein. In deze korte impressie, filmimpressie, gaan we u een aantal dingen daarover vertellen en laten zien. Chanel, we staan hier in Huizen Zwaanstein, de raadszaal waar de gemeenteraad 2 keer per week vergadert. Vorig jaar zomer hoorden wij dat de gemeenteraad overweegt te verhuizen, verderop in de Herenstraat. Wat dachten wij toen? Ja, wat een fantastische kans en mogelijkheden biedt dat. De raadzaal is maar een onderdeel van dit prachtige complex van Huizen Zwaanstein. Wij zitten nu in een pand wat veel minder mogelijkheden biedt, wat kleiner is, wat verouderd is op een aantal gebieden. En dit biedt natuurlijk veel meer in het historische centrum van Voorburg. Midden in een winkelstraat met hele mooie hoekjes. Nou, kijk naar buiten, een prachtige binnenplaats. Wij zagen meteen voor ons hoe het museum hier naartoe zou kunnen verhuizen. En is het dan alleen een verhuizing of gaan we ook iets anders doen met het museum? Nee, we gaan hier echt iets anders doen. Het museum krijgt een volledig nieuw concept. Het gaat er heel anders uitzien. We hebben hier bijvoorbeeld een fantastische gelegenheid om een winkel te creëren. De VVV kunnen we hier echt gaan uitbouwen. En we kunnen natuurlijk samenwerken met veel meer andere partners. Hè? Zoals bijvoorbeeld Artie Brak, de kunstenaarsvereniging, maar ook nog vele anderen. Zwaanstein wordt niet alleen een museum binnen de muren van het museum, maar ook in het buitengebied. Hier in het prachtige Huygense kwartier. Dat biedt volop mogelijkheden met de Romeinen bijvoorbeeld. Met fantastische oranje arrangementen. Dus het museum is eigenlijk een museum plus en fungeert als aanjager in dit gebied. We hebben even de vrijheid genomen om hier op de tafels van de raadsleden wat beelden uit het museum neer te zetten. Kleinere beelden. Het museum heeft een enorme collectie beeldhouwkunst. Als er één imago is dat Voorburg al heeft, is het dat het een gemeente is waar beeldhouwkunst heel erg zichtbaar is. We zijn de gemeente in Nederland met de beste sculptuur in de buitenruimte. We gaan natuurlijk in deze prachtige zaal grote sculptuurtentoonstellingen doen, maar we willen dat ook doen buiten de muren van het museum. U hebt misschien gehoord dat de naagsculptuur niet meer bestaat, dat is opgeheven. Die grote beeldententoonstelling op het Lange Verhout. En wij hebben het plan opgevat, vorig jaar al, om vanaf 2018 in Voorburg sculptuur te doen. In dit museum, in Hofwijk, in de tuin van Hofwijk en op het grote prachtige Stationsplein. We staan hier in de prachtige trouwzaal. Deze zaal is bij heel veel inwoners van Leidschendam-Voorburg heel bekend. Straks kunnen mensen hier natuurlijk nog steeds trouwen in deze trouwzaal. Maar we gaan er ook andere dingen doen. Ja, dit is nou typisch een voorbeeld van zo'n mooie historische zaal in dit pand. Waar we meer mee gaan doen dan nu gebeurt. Je kunt er blijven trouwen, maar we gaan hem ook nog beter inrichten met schilderijen. Het aardige van onze collectie is in Museum Zwaanstein dat we heel veel schilderijen hebben die historische plekken in deze gemeente tonen. De kerk hier, de oude kerk in de Herenstraat in Voorburg, het sluisje in Leidschendam. Allemaal ja, historische plekken, stadsgezichten, monumenten. En het leuke van dit museum is als deze schilderijen hier straks hangen, dat de bezoeker ziet die schilderijen, draait zijn hoofd, kijkt naar buiten en ziet precies hetzelfde in het echt. Ja. Het verleden leeft hier nog. Museum Zwaanstein is opgericht 60 jaar geleden ongeveer, als particulier initiatief, op de eerste verdieping van dit mooie gebouw. Later is het verhuisd naar notarishuis. En het aardige van Museum Zwaanstein is dat een heel groot deel van de collectie geschonken is door particulieren. Particulier initiatief. Nog steeds zo. 2 jaar geleden hebben we deze prachtige schilderij gekregen van Jan Hoijk van Papendrecht, een militaire schilder van rond 1900. En je ziet hier de cavalerie die door de Herenstraat de Kerkstraat ingaat om naar oefenterrein aan de overkant van de Vliet te gaan. Ja. En wat zie je op de achtergrond? Huizen Zwaanstein. Dit is de kamer, de oude kamer van de burgemeester, toen Voorburg nog niet gefuseerd was tot Leidschendam-Voorburg. Inmiddels zetelt de griffier hier, een prachtige plek. En dit is denk ik ook een van de ruimtes die dit gebouw zo bijzonder maakt. Je merkt dat de huidige museale bezoeker veel eisend is, we zeiden het al. Die vraagt veel en die wil niet alleen schilderijen zien en prachtige objecten, maar ook een gebouw wat tot de verbeelding spreekt en ik vind deze kamer daar een goed voorbeeld van, want schilderijen komen hier ook prachtig in uit. Een van de andere speerpunten van de collectie van dit museum is de schilderkunst die gemaakt is tussen 1900 en 1950.
Haagse school, impressionisme zoals je hier ziet, Jozef Quisthout, de Broeksloots. Je ziet daar Louis Apol, de molen van Baas op de Parkweg. En helemaal links zie je Cornelis Rol, de molen de Vlieger, toen dat nog mooi midden in een weiland stond. Wat nou zo leuk is met dit soort deelcollecties, is dat je heel goed bij collega musea langdurige gebruiklijnen kunt regelen om dit aan te vullen. We hebben een prachtige selectie met schilderijen van plaatselijke schilders. Maar het zou leuk zijn om daar de regionale en landelijke context omheen te hangen. Je krijgt dan een veel afgeronder verhaal, veel meer mooie schilderijen en ook mooi meegenomen wat grotere namen. We staan hier in de ruimte aan de voorzijde van Huize Swaensteijn met prachtig uitzicht hier op de Oude Kerk. Ja, dit is een vergaderlocatie. Volgens mij zit de VVD hier te vergaderen. Ja, ja. Deze ruimte willen we weer in oude glorie herstellen. Dat betekent dat we deze wanden weg willen hebben, waardoor je veel meer ramen krijgt met uitzicht op de Herenstraat en op de kerk. En de ruimte weer terug wordt gemaakt zoals hij was ooit. Ja, we hebben een beetje een bijzondere uitstalling gemaakt van vier prachtige schilderijen uit de collectie van prinses Marianne, want daar is iets bijzonders mee aan de hand. Het verhaal van prinses Marianne is een heel opmerkelijk verhaal. Zij was een dochter van koning Willem I. Zij werd door haar vader uitgehuwelijkd aan een Duitse prins. Daarmee was ze ongelukkig. In 1845 ging ze bij hem weg, vertrok met haar nieuwe liefde, haar lakei Johannes van Rossum, naar Rome. Kocht daar een prachtige villa, Villa Celimontana. En ja, ging dat nieuwe leven eigenlijk vieren door een hele grote kunstverzameling aan te leggen. Die kunstcollectie die ze bij elkaar bracht, die is na haar dood verspreid geraakt, overal nergens te vinden. En toen wij in 2 jaar geleden Museum Swaensteijn gingen werken, dachten wij, wij moeten daar die collectie aanvullen, want met die collectie, met die objecten, kun je het verhaal van prinses Marianne veel beter vertellen. We kijken hier naar 4 portretten van apostelen. Ze zijn 17e eeuws. Ze zijn geschilderd in de stijl van de Italiaanse schilder Caravaggio en ze werden door Marianne gekocht in 1851 voor haar verzameling. Een Haagse kunsthandelaar, Hoogsteder, bood deze schilderijen te koop aan. We zijn erop ingegaan. Ze hebben nu een jaar in Museum Swaensteijn gehangen. We hebben aan fondsenwerving gedaan en het is heel leuk om nu te kunnen vertellen dat het geld bij elkaar gebracht is door fondsen en door particulieren en dat vanaf vandaag deze schilderijen in ons museum als ons eigendom hangen. We hebben over die fondsenwerving ruim een jaar gedaan. Het was best een hele klus, maar wat heel leuk was om te ontdekken, is dat heel veel particulieren en heel veel fondsen, als je met een verhaal als dit aankomt, bereid zijn geld te geven. En dat geeft, dat geeft ons wel vertrouwen voor de toekomst, want dat betekent dat voor het verhaal van het nieuwe Museum Swaensteijn ook geld te vinden moet zijn. Chanel, we staan hier op het binnenplein van het complex Huize Swaensteijn. Als je zo rondkijkt, volgens mij een van de mooiste stukjes historisch Voorburg. Vertel jij eens wat we hier over 2 jaar zien, hopelijk. Ja, ik hoop natuurlijk een prachtig terras. Daar biedt dit heel veel mogelijkheden voor. In het pand zit een hele mooie horecakeuken die je ook kunt gebruiken daarvoor. Dus een prachtige, chique horecagelegenheid zou hier kunnen komen. En natuurlijk ook een winkel en een VVV-ruimte. Maar ja, wat is er mooier dan hier een kopje koffie drinken na een museumbezoek of een bezoek aan het Huygenskwartier. Kan dat ook als het regent? Ja, daar hebben we natuurlijk stiekem ook wel plannen voor. Maar eerst moeten we maar eens gaan beginnen met fondsen werven en moet de kogel door de kerk. En dan komt daarna de rest. Een overkapping is natuurlijk wel heel erg mooi hier. We staan hier in de museumwinkel. We zijn ervan overtuigd dat we hier een prachtige museumwinkel van kunnen maken. Maar ook een VVV, misschien een gemeentelijk servicecentrum. Het zit midden in de winkelstraat, de Herenstraat, maar ook in het Huygenskwartier. Ja, dit is een fantastische plek daarvoor. En wij zien ook bij collega musea dat ook geld oplevert. Ja. We investeren daarin, dat gaan we zelf doen. We gaan fondsen werven, we denken ook dat dat kan. Maar het vergt ook investering en visie vanuit de gemeente om dit met elkaar op te pakken. En wij weten ook van museumbezoekers dat mensen zijn die ook voor dit gebied zelf extra geld in het laadje brengen. Museumbezoeker gaat daarna nog ergens iets drinken, gaat winkelen. Samen met de ondernemers kun je hier iets fantastisch van maken. Ja, Chanel, we zitten hier bij een katrolletje, een speerpunt, allebei Romeins.
allebei 2000 jaar oud ongeveer. En opgegraven hier in Forum Hadriani, ook wel bekend als Voorburg. Hoe zit dat met die Romeinen? Ja, twee topstukken inderdaad, die getuigen van hun aanwezigheid hier in Forum Hadriani. We hebben niet alleen plannen en financiën bij elkaar gehaald via de provincie Zuid-Holland om in het hopelijk nieuwe museum een Romeinenpresentatie te gaan ontwikkelen, maar ook om in het buitengebied Park Arendsburg, het kanaal van Corbulo, om daar presentaties te ontwikkelen om die Romeinen weer zichtbaar en tastbaar te maken. Niet alleen voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg, maar hopelijk ook voor veel toeristen en mensen van buitenaf. Het 2020 is daar een heel bijzonder jaar voor. UNESCO, er zijn plannen althans om de Romeinen, de Romeinse limes, om dat UNESCO werelderfgoed tot werelderfgoed te benoemen. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat lukt, want dat betekent dat we hier in Leidschendam-Voorburg op goud zitten en op iets heel moois wat we aan mensen mee willen geven en waar we ze dingen over willen leren en wat we ze willen laten beleven.